Moslim-extremisten van Islamitische Staat hadden al gewaarschuwd voor gewelddaden tegen Franse staatsburgers, omdat de Franse luchtmacht IS-doelen in het noorden van Irak bombardeert. De Fransman hier op een video, die is vrijgegeven door zijn ontvoerders, was op vakantie in Algerije. Hij was in bergachtig gebied waar eerder Algerijnse zakenlieden zijn ontvoerd, maar toen door bendes die uit waren op losgeld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft Turkije opgeroepen om IS een halt toe te roepen. Juist op het moment dat bij de Turkse grens in de buurt van de Syrische plaats Kobani iedere dag duizenden en duizenden vluchtelingen aankloppen. Allemaal op de vlucht voor IS. Het brute geweld is nu op afstand. De Koerdische vluchtelingen hebben het prikkeldraad bereikt. Prikkeldraad dat veiligheid betekent. Achter hen ligt de dreiging. De terreur van de Islamitische Staat. Daar rond Kobani. Geduld nu. Nog even. Turkse militairen zullen hen vroeg of laat binnenlaten. Een stuk verderop is de situatie grimmiger. Turkse ordentroepen houden Turks-Koerdische jongeren tegen. Ze zijn bang dat zij vanuit Turkije juist Syrië in willen, om met Koerdische strijders mee te vechten tegen IS. De Turkse regering wil dat voorkomen. Bang als ze is dat de Koerdische strijd daarna overslaat naar eigen bodem. Voor de vluchtelingen bij het prikkeldraad is er goed nieuws. Ze mogen naar binnen. 4 dagen hebben ze op dit moment gewacht. Volgens de Turken zijn deze mensen verdreven door een oncontroleerbare kracht, IS. De gebouwen van de EU in Brussel worden extra bewaakt. Het is een voorzorgsmaatregel omdat er vermoedens zijn dat jihadstrijders het op de Europese instellingen hebben gemunt. Veiligheidsmaatregelen rond het gebouw van de Europese Commissie zijn opgeschroefd. Zaterdag werd bekend dat 2 inmiddels opgepakte Nederlandse jihadverdachten mogelijk aanslagen wilden plegen op Europese instellingen. Maar volgens de Belgische justitie is het onzeker of ze ook echt concrete plannen hadden. Onderwijzers, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel krijgen er volgend jaar zo'n 1,25% bij. Dat meldt minister Dijsselbloem. Die stijging is net zo hoog als de verwachte inflatie. In de troonrede stond al dat er na 5 jaar een eind komt aan de nullijn. De precieze loonsverhoging hangt af van de cao-onderhandelingen. Apple gaat mogelijk een groot datacentrum bouwen in de Eemshaven in Groningen. In de Eemshaven staat al een datacentrum waar Google gebruik van maakt. En dat van Apple zou 40 keer zo groot worden, ter grootte van zo'n 84 voetbalvelden. De Eemshaven is een interessante locatie voor de bouw van datacentrum. Onder meer omdat in de buurt een belangrijke transatlantische glasvezelkabel aan land komt. De Amerikaanse familie Rockefeller gaat al zijn beleggingen in olie verkopen. Het gaat om $860 miljoen van het liefdadigheidsfonds van de familie. De Rockefellers maakten ooit hun fortuin in de olieindustrie. Maar ze vinden nu dat fossiele brandstoffen achterhaald zijn. En in plaats daarvan gaat het fonds voortaan alleen nog beleggen in duurzame energie. In Nigeria en Senegal is de ebola-epidemie vrijwel onder controle, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Maar in Guinea, Liberia en Sierra Leone stijgt het dodental nog altijd. In totaal zijn nu ruim 2800 mensen overleden. Sierra Leone zat de afgelopen 3 dagen op slot. Iedereen moest binnenblijven om de verspreiding van ebola tegen te gaan. Die actie was volgens de WHO een succes. Er werden 130 nieuwe gevallen opgespoord. En honderdduizenden burgers kregen extra voorlichting over de ziekte. So I think that's what was one of the most important things about this. The information was going in 2 ways. Instead of just people receiving broadcasts about Ebola, they were able to ask questions as well. In Liberia, Guinea en Sierra Leone stijgt het aantal doden nog iedere dag.
Maar in Nigeria en Senegal is de epidemie volgens de WHO nu dus zo goed als onder controle. In Nigeria mochten veel kinderen vandaag daarom weer naar school. Op particuliere scholen is de controle en hygiëne sterk opgevoerd. They checked my temperature and she sanitized my hand before entering the bus. Maar niet elke school heeft genoeg geld voor dingen als een automatische zeepdispenser. Deze kinderen hebben geluk, maar de armere scholen blijven minstens tot oktober gesloten. In het Radboud UMC in Nijmegen is vandaag een patiënt opgenomen met verschijnselen van een mogelijke ebola-infectie. De man kwam terug uit het gebied in Afrika waar de ziekte voorkomt. Hij wordt nu onderzocht. Air France KLM stelt het plan uit om korte vluchten over te hevelen naar dochteronderneming Transavia. Via Transavia wil Air France KLM de strijd aangaan met prijsvechters zoals Ryanair en EasyJet. Maar pilotenvakbonden zien dat plan niet zitten omdat ze bang zijn dat ze tegen slechtere arbeidsvoorwaarden over moeten stappen. En dus staken ze al sinds vorige week. Voor de 8e achtereenvolgende dag stijgen maar weinig Air France vliegtuigen op van de Franse luchthavens. Tot grote frustratie van gestrande passagiers. Franse piloten staken omdat ze vrezen dat Air France steeds meer vluchten uit kostenoverwegingen overhevelt naar Transavia. Onderhandelingen zitten muurvast, ondanks een laatste ultieme concessie vandaag van Air France KLM. Nous avons donc décidé pour l'instant de suspendre jusqu'à la fin de l'année le développement européen, c'est-à-dire l'ouverture de bases hors de France et hors de Hollande, de le suspendre le temps de la discussion, de la négociation des garanties nécessaires. Maar die tijd gunnen de piloten Air France niet. Ze eisen dat de plannen met Transavia definitief verdwijnen. De strijd tussen Air France KLM en de Franse piloten wordt met de dag bitterder en ook duurder. Want de luchtvaartmaatschappij heeft berekend dat de staking per dag maar liefst 15 miljoen euro kost. En toch zetten de piloten door, want ze willen hun huidige arbeidsvoorwaarden ook veiligstellen voor de toekomst. En dus gaat de staking gewoon door. Gaan we naar het weer, Willemijn. Vannacht zijn er opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten van ons land koelt het flink af tot zo'n 5, 6 graden. En bovendien kan er in het uiterste zuidoosten ook wel wat nevel of misschien wat mist ontstaan. Er staat ook niet al te veel wind namelijk. Morgen overdag start de dag op een aantal plaatsen wat grijs. Later in de middag komt de zon erbij, maar tegelijkertijd vanuit het noorden ook wat wel de hoge bewolking. Maar ik denk dat die zon er ook wel doorheen blijft piepen. Het wordt zo'n 16 à 17 graden en dus, wat ik al zei, vrij weinig wind. Woensdag wordt een dag waarbij we te maken hebben met buien. Het is dan tijdelijk even ietsjes koeler. En richting het weekend gaat de temperatuur weer wat omhoog en wordt het ook weer wat droger. Dit was het laatste NOS Journaal van vandaag. Morgenochtend om 6:30, dan zijn we er weer. Goeienacht. Jeugdinstellingen nog geen contract met gemeenten. Franse toerist ontvoerd in Algerije. Een ebola in Nigeria en Senegal onder controle. Goedenavond. Kinderen die op dit moment jeugdzorg krijgen, lopen het risico dat ze die zorg vanaf 1 januari kwijtraken. Vanaf dan valt jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar die hebben nu nog veel te weinig zorg ingekocht. De commissie die toezicht houdt op de overgang waarschuwt daarvoor in een brandbrief aan het ministerie van Volksgezondheid. Dat dreigt grote problemen op te leveren voor de kinderen. Het kan in de praktijk betekenen dat als er geen actie wordt ondernomen, dat er organisaties die nu zorg bieden aan kwetsbare kinderen, die zorg straks niet meer kunnen bieden. En dat moeten we in Nederland niet laten gebeuren. Dat is ook de reden dat wij als commissie nu de alarmbel luiden. Want ze hebben al actie nodig, omdat de korte termijn die u noemt, 3 maanden tot 1 januari 2015, dat wordt aangepakt en wordt opgelost. Volgens de commissie willen gemeenten vooral korten op de jeugdzorg, omdat ze 30% minder budget krijgen dan er nu is. En daardoor is er te weinig oog voor de kwaliteit van de zorg. Op 1 november moeten de gemeenten al alle zorgcontracten hebben afgesloten, maar meer dan de helft van de jeugdzorginstellingen verwacht dat er ook dan nog geen duidelijkheid is over 2015.
In het oosten van Algerije is een Franse toerist ontvoerd. Zijn ontvoerders noemen zich soldaten van het kalifaat. Moslim-extremisten van de Islamitische Staat hadden al gewaarschuwd voor gewelddaden tegen Franse staatsburgers, omdat de Franse luchtmacht IS-doelen in het noorden van Irak bombardeert. De Fransman hier op een video, die is vrijgegeven door zijn ontvoerders, was op vakantie in Algerije. Hij was in bergachtig gebied waar eerder Algerijnse zakenlieden zijn ontvoerd, maar toen door bendes die uit waren op losgeld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft Turkije opgeroepen om IS een halt toe te roepen. Juist op het moment dat bij de Turkse grens in de buurt van de Syrische plaats Kobani iedere dag duizenden en duizenden vluchtelingen aankloppen. Allemaal op de vlucht voor IS. Het brute geweld is nu op afstand. De Koerdische vluchtelingen hebben het prikkeldraad bereikt. Prikkeldraad dat veiligheid betekent. Achter hen ligt de dreiging. De terreur van de Islamitische Staat, daar rond Kobani. Geduld nu, nog even. Turkse militairen zullen hen vroeg of laat binnenlaten. Een stuk verderop is de situatie grimmiger. Turkse ordentroepen houden Turks-Koerdische jongeren tegen. Ze zijn bang dat zij vanuit Turkije juist Syrië in willen, om met Koerdische strijders mee te vechten tegen IS. De Turkse regering wil dat voorkomen. Bang als ze is dat de Koerdische strijd daarna overslaat naar eigen bodem. Voor de vluchtelingen bij het prikkeldraad is er goed nieuws. Ze mogen naar binnen. 4 dagen hebben ze op dit moment gewacht. Volgens de Turken zijn deze mensen verdreven door een oncontroleerbare kracht, IS. De gebouwen van de EU in Brussel worden extra bewaakt. Het is een voorzorgsmaatregel omdat er vermoedens zijn dat jihadstrijders het op de Europese instellingen hebben gemunt. Veiligheidsmaatregelen rond het gebouw van de Europese Commissie zijn opgeschroefd. Zaterdag werd bekend dat 2 inmiddels opgepakte Nederlandse jihadverdachten mogelijk aanslagen wilden plegen op Europese instellingen. Maar volgens de Belgische justitie is het onzeker of ze ook echt concrete plannen hadden. Onderwijzers, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel krijgen er volgend jaar zo'n 1,25% bij. Dat meldt minister Dijsselbloem. Die stijging is net zo hoog als de verwachte inflatie. In de troonrede stond al dat er na 5 jaar een eind komt aan de nullijn. De precieze loonsverhoging hangt af van de cao-onderhandelingen. Apple gaat mogelijk een groot datacentrum bouwen in de Eemshaven in Groningen. In de Eemshaven staat al een datacentrum waar Google gebruik van maakt. En dat van Apple zou 40 keer zo groot worden, ter grootte van zo'n 80 voetbalvelden. De Eemshaven is een interessante locatie voor de bouw van datacentrum. Onder meer omdat in de buurt een belangrijke transatlantische glasvezelkabel aan land komt. De Amerikaanse familie Rockefeller gaat al zijn beleggingen in olie verkopen. Het gaat om $860 miljoen van het liefdadigheidsfonds van de familie. De Rockefellers maakten ooit hun fortuin in de olieindustrie. Maar ze vinden nu dat fossiele brandstoffen achterhaald zijn. En in plaats daarvan gaat het fonds voortaan alleen nog beleggen in duurzame energie. In Nigeria en Senegal is de ebola-epidemie vrijwel onder controle, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Maar in Guinea, Liberia en Sierra Leone stijgt het dodental nog altijd. In totaal zijn nu ruim 2800 mensen overleden. Sierra Leone zat de afgelopen 3 dagen op slot. Iedereen moest binnenblijven om de verspreiding van ebola tegen te gaan. Die actie was volgens de WHO een succes. Er werden 130 nieuwe gevallen opgespoord. En honderdduizenden burgers kregen extra voorlichting over de ziekte. I think that's what was one of the most important things about this. The information was going in 2 ways. Instead of just people receiving broadcasts about Ebola, they were able to ask questions as well.
In Liberia, Guinea en Sierra Leone stijgt het aantal doden nog iedere dag. Maar in Nigeria en Senegal is de epidemie volgens de WHO nu dus zo goed als onder controle. In Nigeria mochten veel kinderen vandaag daarom weer naar school. Op particuliere scholen is de controle en hygiëne sterk opgevoerd. Ze checkt mijn temperature en ze sanitizeert mijn handen voordat ik in de bus. Maar niet elke school heeft genoeg geld voor dingen als een automatische zeepdispenser. Deze kinderen hebben geluk, maar de armere scholen blijven minstens tot oktober gesloten. In het Radboud UMC in Nijmegen is vandaag een patiënt opgenomen met verschijnselen van een mogelijke ebola-infectie. De man kwam terug uit het gebied in Afrika waar de ziekte voorkomt. Hij wordt nu onderzocht. Air France KLM stelt het plan uit om korte vluchten over te hevelen naar dochteronderneming Transavia. Via Transavia wil Air France KLM de strijd aangaan met prijsvechters zoals Ryanair en EasyJet. Maar pilotenvakbonden zien dat plan niet zitten omdat ze bang zijn dat ze tegen slechtere arbeidsvoorwaarden over moeten stappen. En dus staken ze al sinds vorige week. Voor de 8e achtereenvolgende dag stijgen maar weinig Air France vliegtuigen op van de Franse luchthavens. Tot grote frustratie van gestrande passagiers. Franse piloten staken omdat ze vrezen dat Air France steeds meer vluchten uit kostenoverwegingen overhevelt naar Transavia. Onderhandelingen zitten muurvast, ondanks een laatste ultieme concessie vandaag van Air France KLM. Nous avons donc décidé pour l'instant de suspendre jusqu'à la fin de l'année le développement européen, c'est-à-dire l'ouverture de bases hors de France et hors de Hollande, de le suspendre le temps de la discussion, de la négociation des garanties nécessaires. Maar die tijd gunnen de piloten Air France niet. Ze eisen dat de plannen met Transavia definitief verdwijnen. De strijd tussen Air France KLM en de Franse piloten wordt met de dag bitterder. En ook duurder. Want de luchtvaartmaatschappij heeft berekend dat de staking per dag maar liefst 15 miljoen euro kost. En toch zetten de piloten door. Want ze willen hun huidige arbeidsvoorwaarden ook veiligstellen voor de toekomst. En dus gaat de staking gewoon door. Gaan we naar het weer, Willemijn. Vannacht zijn er opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten van ons land koelt het flink af tot zo'n 5, 6 graden. En bovendien kan er in het uiterste zuidoosten ook wel wat nevel of misschien wat mist ontstaan. Er staat ook niet al te veel wind namelijk. Morgen overdag start de dag op een aantal plaatsen wat grijs. Later in de middag komt de zon erbij, maar tegelijkertijd vanuit het noorden ook wat wel de hoge bewolking. Maar ik denk dat die zon daar ook wel doorheen blijft piepen. Het wordt zo'n 16 à 17 graden en dus, wat ik al zei, vrij weinig wind. Woensdag wordt een dag waarbij we te maken hebben met buien. Het is dan tijdelijk even ietsjes koeler. En richting het weekend gaat de temperatuur weer wat omhoog en wordt het ook weer wat droger. Dit was het laatste NOS Journaal van vandaag. Morgenochtend om 6:30, dan zijn we er weer. Goedendag. Goedemorgen. De Verenigde Staten zijn begonnen met luchtaanvallen in Syrië op doelen van Islamitische Staat. Dat meldt het Pentagon. Ook Arabische landen die zich bij de strijd tegen IS hebben aangesloten doen mee. Volgens nieuwszender CNN zijn dat Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Qatar en Bahrein. Volgens Amerikaanse media zijn de aanvallen op 20 verschillende locaties uitgevoerd, voornamelijk rond de noordelijke stad Raqqa. Beelden zijn er nog niet en het Amerikaanse ministerie van Defensie wil weinig details bekendmaken. Wel verscheen er op Twitter dit bericht van een perschef van het Pentagon. Ik kan bevestigen dat het Amerikaanse leger en partnerlanden een militaire operatie zijn begonnen tegen IS in Syrië, zei admiraal John Kirby. De aanval wordt uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers en Tomahawk-raketten. Er zijn onder meer raketten gelanceerd vanuit zee, meldt persbureau Reuters. Contact met de correspondent Wouter Zwart in New York. Wouter, wat is er gaande in en om Raqqa? Ja, het is inderdaad een gecombineerde aanval met gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers. Hevige bombardementen, dat is wat er nu wordt gemeld. Het zijn inderdaad Amerikaanse toestellen die dus geholpen worden door een aantal Arabische bondgenoten. 5 partners uit die Arabische regio dus. Dat is echt heel belangrijk nieuws, want dat duidt dus op die door Amerika zo gewilde coalitie van regionale partners. Er worden inderdaad, je zei het al, kruisraketten afgeschoten vanaf Amerikaanse schepen. En de doelwitten zijn dus vooral Raqqa, hè, dat is die zelfverklaarde hoofdstad van de Islamitische Staat in Syrië. En ook het gebied aan de grens met Irak.
Ja. De strijd in Syrië is natuurlijk al lange tijd gaande. Amerika heeft nooit willen ingrijpen. Waarom nu wel? Het is opvallend, hè? Omdat eerder nog werd gedacht dat het misschien wel weken zou duren voordat die luchtaanvallen dan zouden komen. Vanwege natuurlijk die enorme gevoeligheid met de burgeroorlog in Syrië, met president Assad. Het is een beetje gissen waarom. Mogelijk, en ik zeg mogelijk, heeft het ook te maken met die schokkende beelden die we afgelopen dagen vanaf de grens met Turkije zagen. Hè? Beelden van tienduizenden vluchtelingen die de grens overrennen uit angst voor IS. En ze geven natuurlijk ook niet die onthoofdingen afgelopen maanden van Amerikaanse en Britse mensen in Syrië. Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Hoe dan ook, deze ochtend is echt een hele nieuwe belangrijke stap gezet in de strijd tegen IS. Nogmaals dus met Arabische partners. Dankjewel, Wouter Zwart vanuit New York. Naar eigen land dan. Zoals elk jaar heeft DSW als eerste zorgverzekeraar de premie van het basispakket voor volgend jaar vastgesteld. In 2015 kost hun polis €95 per maand. Die €95 per maand is even hoog als nu, maar toch zullen de kosten in 2015 op jaarbasis iets hoger zijn. Dat komt doordat de zorgverzekeraar de premie voor 2014 te hoog heeft geraamd. En daarom aan het eind van dit jaar een nu nog onbekend bedrag zal terugstorten naar de verzekerde. De stijging van de kosten voor een basispakket is wel minder groot dan de €10 waar de regering vanuit was gegaan in zijn berekeningen met Prinsjesdag. Dat komt, zegt DSW, door verkeerde schattingen van de zorgkosten door het ministerie van Volksgezondheid. Geneesmiddelen, mondzorg wellicht ietsje. Het is een heel palet van dingen die kunnen gebeuren. Wij hebben dat opgeteld en we komen op ongeveer €50 per verzekerde dat het ministerie te hoog heeft geraamd. De afgelopen jaren bleek de hoogte van het basispakket van DSW een goede graadmeter voor de basispakketten van andere zorgverzekeringen. 75 landen en organisaties beloven vandaag dat ze hun kennis van voedselproductie gaan delen met ontwikkelingslanden. Het is een initiatief van Nederland. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is in New York om dat wereldwijde plan tegen voedselschaarste te presenteren. Ze wil dat regeringsleiders het bedrijfsleven overhalen om ook mee te doen. Nou, het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld materiaal verstrekken, zoals veredeld uitgangsmateriaal, zaden, om in Afrika, waar de droogte natuurlijk heerst, waar vaak sprake is van verzilting van landbouwgrond, toch gewassen te laten groeien die minder water nodig hebben, die klimaatbestendiger zijn en die bijvoorbeeld ook minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Dat zijn allemaal zaken die goed zijn voor de boeren daar, omdat ze een betere oogst hebben. Ook minder voedselverspilling vindt er plaats. En tegelijkertijd zijn dat ook zaken waardoor het Nederlands bedrijfsleven natuurlijk een rol kan spelen in het openen van nieuwe markten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt zich zorgen over het welzijn van ruim 40.000 Poolse en andere Oost-Europese kinderen in Nederland. Hun ouders werken vaak hard, maken lange dagen, waardoor de kinderen veel alleen zijn. Ook is de huisvesting vaak slecht en pendelen gezinnen met hun thuisland. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau dreigen de kinderen te ontsporen. Het SCP onderzocht de leefsituatie van de kinderen uit Polen, Roemenië en Bulgarije in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Dat dezelfde problemen als met Turkse en Marokkaanse kinderen wil voorkomen. Het weer. Eerst kan er een mistbank voorkomen. Verder heeft vooral het zuiden veel zon. In het noorden, daar komen meer wolken voor, maar daar blijft het vandaag droog. 16 tot 18 graden wordt het en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dat was het voor nu. Een nieuw NOS Journaal is er zometeen om 7 uur. Fijne dag.
Goedemorgen. De Verenigde Staten zijn begonnen met luchtaanvallen in Syrië op doelen van Islamitische Staat. Dat meldt het Pentagon. Ook Arabische landen die zich bij de strijd tegen IS hebben aangesloten doen mee. Volgens nieuwszender CNN zijn dat Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Qatar en Bahrein. Volgens Amerikaanse media zijn de aanvallen op 20 verschillende locaties uitgevoerd, voornamelijk rond de noordelijke stad Raqqa. Beelden zijn er nog niet en het Amerikaanse ministerie van Defensie wil weinig details bekendmaken. Wel verscheen er op Twitter dit bericht van een perschef van het Pentagon. Ik kan bevestigen dat het Amerikaanse leger en partnerlanden een militaire operatie zijn begonnen tegen IS in Syrië, zei admiraal John Kirby. De aanval wordt uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers en Tomahawk-raketten. Er zijn onder meer raketten gelanceerd vanuit zee, meldt persbureau Reuters. Contact met de correspondent Wouter Zwart in New York. Wouter, wat is er gaande in en om Raqqa? Ja, het is inderdaad een gecombineerde aanval met gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers. Hevige bombardementen, dat is wat er nu wordt gemeld. Het zijn inderdaad Amerikaanse toestellen die dus geholpen worden door een aantal Arabische bondgenoten. 5 partners uit die Arabische regio dus. Dat is echt heel belangrijk nieuws, want dat duidt dus op die door Amerika zo gewilde coalitie van regionale partners. Er worden inderdaad, je zei het al, kruisraketten afgeschoten vanaf Amerikaanse schepen. En de doelwitten zijn dus vooral Raqqa, hè, dat is die zelfverklaarde hoofdstad van de Islamitische Staat in Syrië. En ook het gebied aan de grens met Irak. Ja. De strijd in Syrië is natuurlijk al lange tijd gaande. Amerika heeft nooit willen ingrijpen. Waarom nu wel? Het is opvallend, omdat eerder nog werd gedacht dat het misschien wel weken zou duren voordat die luchtaanvallen dan zouden komen. Vanwege natuurlijk die enorme gevoeligheid met de burgeroorlog in Syrië, met president Assad. Het is een beetje gissen waarom. Mogelijk, en ik zeg mogelijk, heeft het ook te maken met die schokkende beelden die we afgelopen dagen vanaf de grens met Turkije zagen. Hè? Beelden van tienduizenden vluchtelingen die de grens overrennen uit angst voor IS. En vergeet natuurlijk ook niet die onthoofdingen afgelopen maanden van Amerikaanse en Britse mensen in Syrië. Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Hoe dan ook, deze ochtend is echt een hele nieuwe belangrijke stap gezet in de strijd tegen IS. Nogmaals dus met Arabische partners. Dank u wel, Wouter Zwart vanuit New York. Naar eigen land dan. Zoals elk jaar heeft DSW als eerste zorgverzekeraar de premie van het basispakket voor volgend jaar vastgesteld. In 2015 kost hun polis €95 per maand. Die €95 per maand is even hoog als nu, maar toch zullen de kosten in 2015 op jaarbasis iets hoger zijn. Dat komt doordat de zorgverzekeraar de premie voor 2014 te hoog heeft geraamd. En daarom aan het eind van dit jaar een nu nog onbekend bedrag zal terugstorten naar de verzekerde. De stijging van de kosten voor een basispakket is wel minder groot dan de €10 waar de regering vanuit was gegaan in zijn berekeningen met Prinsjesdag. Dat komt, zegt DSW, door verkeerde schattingen van de zorgkosten door het ministerie van Volksgezondheid. Geneesmiddelen, mondzorg wellicht ietsje. Het is een heel palet van dingen die kunnen gebeuren. Wij hebben dat opgeteld en we komen op ongeveer €50 per verzekerde dat het ministerie te hoog heeft geraamd. De afgelopen jaren bleek de hoogte van het basispakket van DSW een goede graadmeter voor de basispakketten van andere zorgverzekeringen. 75 landen en organisaties beloven vandaag dat ze hun kennis van voedselproductie gaan delen met ontwikkelingslanden. Het is een initiatief van Nederland. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is in New York om dat wereldwijde plan tegen voedselschaarste te presenteren. Ze wil dat regeringsleiders het bedrijfsleven overhalen om ook mee te doen. Nou, het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld materiaal verstrekken, zoals veredeld uitgangsmateriaal, zaden, om in Afrika, waar de droogte natuurlijk heerst, waar vaak sprake is van verzilting van landbouwgrond, toch gewassen te laten groeien die minder water nodig hebben, die klimaatbestendiger zijn en die bijvoorbeeld ook minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Dat zijn allemaal zaken die goed zijn voor de boeren daar, omdat ze een betere oogst hebben. Ook minder voedselverspilling vindt er plaats. En tegelijkertijd zijn dat ook zaken waardoor het Nederlands bedrijfsleven natuurlijk een rol kan spelen in het openen van nieuwe markten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt zich zorgen over het welzijn van ruim 40.000 Poolse en andere Oost-Europese kinderen in Nederland. Hun ouders werken vaak hard, maken lange dagen,
waardoor de kinderen veel alleen zijn. Ook is de huisvesting vaak slecht en pendelen gezinnen met hun thuisland. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau dreigen de kinderen te ontsporen. Het SCP onderzocht de leefsituatie van de kinderen uit Polen, Roemenië en Bulgarije in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Dat dezelfde problemen als met Turkse en Marokkaanse kinderen wil voorkomen. Het weer. Eerst kan er een mistbank voorkomen. Verder heeft vooral het zuiden veel zon. In het noorden, daar komen meer wolken voor, maar daar blijft het vandaag droog. 16 tot 18 graden wordt het en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dat was het voor nu. Een nieuw NOS Journaal is er zometeen om 7 uur. Fijne dag. Goedemorgen. De Verenigde Staten zijn begonnen met luchtaanvallen in Syrië op doelen van Islamitische Staat. Dat meldt het Pentagon. Ook Arabische landen die zich bij de strijd tegen IS hebben aangesloten doen mee. Volgens nieuwszender CNN zijn dat Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Qatar en Bahrein. Volgens Amerikaanse media zijn de aanvallen op 20 verschillende locaties uitgevoerd, voornamelijk rond de noordelijke stad Raqqa. Beelden zijn er nog niet en het Amerikaanse ministerie van Defensie wil weinig details bekendmaken. Wel verscheen er op Twitter dit bericht van een perschef van het Pentagon. Ik kan bevestigen dat het Amerikaanse leger en partnerlanden een militaire operatie zijn begonnen tegen IS in Syrië, zei admiraal John Kirby. De aanval wordt uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers en Tomahawk-raketten. Er zijn onder meer raketten gelanceerd vanuit zee, meldt persbureau Reuters. Contact met de correspondent Wouter Zwart in New York. Wouter, wat is er gaande in en om Raqqa? Ja, het is inderdaad een gecombineerde aanval met gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers. Hevige bombardementen, dat is wat er nu wordt gemeld. Het zijn inderdaad Amerikaanse toestellen die dus geholpen worden door een aantal Arabische bondgenoten. 5 partners uit die Arabische regio dus. Dat is echt heel belangrijk nieuws, want dat duidt dus op die door Amerika zo gewilde coalitie van regionale partners. Er worden inderdaad, je zei het al, kruisraketten afgeschoten vanaf Amerikaanse schepen. En de doelwitten zijn dus vooral Raqqa, dat is die zelfverklaarde hoofdstad van de Islamitische Staat in Syrië. En ook het gebied aan de grens met Irak. Ja. De strijd in Syrië is natuurlijk al lange tijd gaande. Amerika heeft nooit willen ingrijpen. Waarom nu wel? Het is opvallend, hè, omdat eerder nog werd gedacht dat het misschien wel weken zou duren voordat die luchtaanvallen dan zouden komen. Vanwege natuurlijk die enorme gevoeligheid met de burgeroorlog in Syrië, met president Assad. Het is een beetje gissen waarom. Mogelijk, en ik zeg mogelijk, heeft het ook te maken met die schokkende beelden die we afgelopen dagen vanaf de grens met Turkije zagen. Hè, beelden van tienduizenden vluchtelingen die de grens overrennen uit angst voor IS. En vergeet natuurlijk ook niet die onthoofdingen afgelopen maanden van Amerikaanse en Britse mensen in Syrië. Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Hoe dan ook, deze ochtend is echt een hele nieuwe belangrijke stap gezet in de strijd tegen IS. Nogmaals dus met Arabische partners. Dank u wel, Wouter Zwart vanuit New York. Naar eigen land dan. Zoals elk jaar heeft DSW als eerste zorgverzekeraar de premie van het basispakket voor volgend jaar vastgesteld. In 2015 kost hun polis €95 per maand. Die €95 per maand is even hoog als nu, maar toch zullen de kosten in 2015 op jaarbasis iets hoger zijn. Dat komt doordat de zorgverzekeraar de premie voor 2014 te hoog heeft geraamd. En daarom aan het eind van dit jaar een nu nog onbekend bedrag zal terugstorten naar de verzekerde. De stijging van de kosten voor een basispakket is wel minder groot dan de €10 waar de regering vanuit was gegaan in zijn berekening met Prinsjesdag. Dat komt, zegt DSW, door verkeerde schattingen van de zorgkosten door het ministerie van Volksgezondheid. Geneesmiddelen, mondzorg wellicht ietsje. Het is een heel palet van dingen die kunnen gebeuren. Wij hebben dat opgeteld en we komen op ongeveer €50 per verzekerde dat het ministerie te hoog heeft geraamd. De afgelopen jaren bleek de hoogte van het basispakket van DSW een goede graadmeter voor de basispakketten van andere zorgverzekeringen. 75 landen en organisaties beloven vandaag dat ze hun kennis van voedselproductie gaan delen met ontwikkelingslanden. Het is een initiatief van Nederland. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is in New York om dat wereldwijde plan tegen voedselschaarste te presenteren.
Ze wil dat regeringsleiders het bedrijfsleven overhalen om ook mee te doen. Nou, het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld materiaal verstrekken, zoals veredeld uitgangsmateriaal, zaden, om in Afrika, waar de droogte natuurlijk heerst, waar vaak sprake is van verzilting van landbouwgrond, toch gewassen te laten groeien die minder water nodig hebben, die klimaatbestendiger zijn en die bijvoorbeeld ook minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Dat zijn allemaal zaken die goed zijn voor de boeren daar, omdat ze een betere oogst hebben. Ook minder voedselverspilling vindt er plaats. En tegelijkertijd zijn dat ook zaken waardoor het Nederlands bedrijfsleven natuurlijk een rol kan spelen in het openen van nieuwe markten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt zich zorgen over het welzijn van ruim 40.000 Poolse en andere Oost-Europese kinderen in Nederland. Hun ouders werken vaak hard, maken lange dagen, waardoor de kinderen veel alleen zijn. Ook is de huisvesting vaak slecht en pendelen gezinnen met hun thuisland. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau dreigen de kinderen te ontsporen. Het SCP onderzocht de leefsituatie van de kinderen uit Polen, Roemenië en Bulgarije in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Dat dezelfde problemen als met Turkse en Marokkaanse kinderen wil voorkomen. Het weer. Eerst kan er een mistbank voorkomen. Verder heeft vooral het zuiden veel zon. In het noorden, daar komen meer wolken voor, maar daar blijft het vandaag droog. 16 tot 18 graden wordt het en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dat was het voor nu. Een nieuw NOS Journaal is er zometeen om 7 uur. Fijne dag. Goedemorgen. De Verenigde Staten zijn begonnen met luchtaanvallen in Syrië op doelen van Islamitische Staat. Dat meldt het Pentagon. Ook Arabische landen die zich bij de strijd tegen IS hebben aangesloten doen mee. Volgens nieuwszender CNN zijn dat Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Qatar en Bahrein. Volgens Amerikaanse media zijn de aanvallen op 20 verschillende locaties uitgevoerd, voornamelijk rond de noordelijke stad Raqqa. Beelden zijn er nog niet en het Amerikaanse ministerie van Defensie wil weinig details bekendmaken. Wel verscheen er op Twitter dit bericht van een perschef van het Pentagon. Ik kan bevestigen dat het Amerikaanse leger en partnerlanden een militaire operatie zijn begonnen tegen IS in Syrië, zei admiraal John Kirby. De aanval wordt uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers en Tomahawk-raketten. Er zijn onder meer raketten gelanceerd vanuit zee, meldt persbureau Reuters. Contact met de correspondent Wouter Zwart in New York. Wouter, wat is er gaande in en om Raqqa? Ja, het is inderdaad een gecombineerde aanval met gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers. Hevige bombardementen, dat is wat er nu wordt gemeld. Het zijn inderdaad Amerikaanse toestellen die dus geholpen worden door een aantal Arabische bondgenoten. 5 partners uit die Arabische regio dus. Dat is echt heel belangrijk nieuws, want dat duidt dus op die door Amerika zo gewilde coalitie van regionale partners. Er worden inderdaad, je zei het al, kruisraketten afgeschoten vanaf Amerikaanse schepen. En de doelwitten zijn dus vooral Raqqa, hè, dat is die zelfverklaarde hoofdstad van de Islamitische Staat in Syrië. En ook het gebied aan de grens met Irak. Ja. De strijd in Syrië is natuurlijk al lange tijd gaande. Amerika heeft nooit willen ingrijpen. Waarom nu wel? Het is opvallend, hè? Omdat eerder nog werd gedacht dat het misschien wel weken zou duren voordat die luchtaanvallen dan zouden komen. Vanwege natuurlijk die enorme gevoeligheid met de burgeroorlog in Syrië, met president Assad. Het is een beetje gissen waarom. Mogelijk, en ik zeg mogelijk, heeft het ook te maken met die schokkende beelden die we afgelopen dagen vanaf de grens met Turkije zagen. Hè? Beelden van tienduizenden vluchtelingen die de grens overrennen uit angst voor IS. En vergeet natuurlijk ook niet die onthoofdingen afgelopen maanden van Amerikaanse en Britse mensen in Syrië. Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Hoe dan ook, deze ochtend is echt een hele nieuwe belangrijke stap gezet in de strijd tegen IS. Nogmaals dus met Arabische partners. Dankjewel, Wouter Zwart vanuit New York. Naar eigen land dan. Zoals elk jaar heeft DSW als eerste zorgverzekeraar de premie van het basispakket voor volgend jaar vastgesteld. In 2015 kost hun polis €95 per maand. Die €95 per maand is even hoog als nu, maar toch zullen de kosten in 2015 op jaarbasis iets hoger zijn. Dat komt doordat de zorgverzekeraar de premie voor 2014 te hoog heeft geraamd. En daarom aan het eind van dit jaar een nu nog onbekend bedrag zal terugstorten naar de verzekerden.
De stijging van de kosten voor een basispakket is wel minder groot dan de 10 euro waar de regering vanuit was gegaan in zijn berekening met Prinsjesdag. Dat komt, zegt DSW, door verkeerde schattingen van de zorgkosten door het ministerie van Volksgezondheid. Geneesmiddelen, mondzorg wellicht ietsje. Het is een heel palet van dingen die kunnen gebeuren. Wij hebben dat opgeteld en we komen op ongeveer 50 euro per verzekerde dat het ministerie te hoog heeft geraamd. De afgelopen jaren bleek de hoogte van het basispakket van DSW een goede graadmeter voor de basispakketten van andere zorgverzekeringen. 75 landen en organisaties beloven vandaag dat ze hun kennis van voedselproductie gaan delen met ontwikkelingslanden. Het is een initiatief van Nederland. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is in New York om dat wereldwijde plan tegen voedselschaarste te presenteren. Ze wil dat regeringsleiders het bedrijfsleven overhalen om ook mee te doen. Nou, het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld materiaal verstrekken, zoals veredeld uitgangsmateriaal, zaden, om in Afrika, waar de droogte natuurlijk heerst, waar vaak sprake is van verzilting van landbouwgrond, toch gewassen te laten groeien die minder water nodig hebben, die klimaatbestendiger zijn en die bijvoorbeeld ook minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Dat zijn allemaal zaken die goed zijn voor de boeren daar, omdat ze een betere oogst hebben. Ook minder voedselverspilling vindt er plaats. En tegelijkertijd zijn dat ook zaken waardoor het Nederlands bedrijfsleven natuurlijk een rol kan spelen in het openen van nieuwe markten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt zich zorgen over het welzijn van ruim 40.000 Poolse en andere Oost-Europese kinderen in Nederland. Hun ouders werken vaak hard, maken lange dagen, waardoor de kinderen veel alleen zijn. Ook is de huisvesting vaak slecht en pendelen gezinnen met hun thuisland. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau dreigen de kinderen te ontsporen. Het SCP onderzocht de leefsituatie van de kinderen uit Polen, Roemenië en Bulgarije in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Dat dezelfde problemen als met Turkse en Marokkaanse kinderen wil voorkomen. Het weer. Eerst kan er een mistbank voorkomen. Verder heeft vooral het zuiden veel zon. In het noorden, daar komen meer wolken voor, maar daar blijft het vandaag droog. 16 tot 18 graden wordt het en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dat was het voor nu. Een nieuw NOS Journaal is er zometeen om 7 uur. Fijne dag. Goedemorgen. De Verenigde Staten zijn begonnen met luchtaanvallen in Syrië op doelen van Islamitische Staat. Dat meldt het Pentagon. Ook Arabische landen die zich bij de strijd tegen IS hebben aangesloten doen mee. Volgens nieuwszender CNN zijn dat Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Qatar en Bahrein. Volgens Amerikaanse media zijn de aanvallen op 20 verschillende locaties uitgevoerd, voornamelijk rond de noordelijke stad Raqqa. Beelden zijn er nog niet en het Amerikaanse ministerie van Defensie wil weinig details bekendmaken. Wel verscheen er op Twitter dit bericht van een perschef van het Pentagon. Ik kan bevestigen dat het Amerikaanse leger en partnerlanden een militaire operatie zijn begonnen tegen IS in Syrië, zei admiraal John Kirby. De aanval wordt uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers en Tomahawk-raketten. Er zijn onder meer raketten gelanceerd vanuit zee, meldt persbureau Reuters. Contact met de correspondent Wouter Zwart in New York. Wouter, wat is er gaande in en om Raqqa? Ja, het is inderdaad een gecombineerde aanval met gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers. Hevige bombardementen, dat is wat er nu wordt gemeld. Het zijn inderdaad Amerikaanse toestellen die dus geholpen worden door een aantal Arabische bondgenoten. 5 partners uit die Arabische regio, dus dat is echt heel belangrijk nieuws. Want dat duidt dus op die door Amerika zo gewilde coalitie van regionale partners. Er worden inderdaad, je zei het al, kruisraketten afgeschoten vanaf Amerikaanse schepen. En de doelwitten zijn dus vooral Raqqa, hè, dat is die zelfverklaarde hoofdstad van de Islamitische Staat in Syrië. En ook het gebied aan de grens met Irak. Ja. De strijd in Syrië is natuurlijk al lange tijd gaande. Amerika heeft nooit willen ingrijpen. Waarom nu wel? Het is opvallend, hè? Omdat eerder nog werd gedacht dat het misschien wel weken zou duren voordat die luchtaanvallen dan zouden komen. Vanwege natuurlijk die enorme gevoeligheid met de burgeroorlog in Syrië, met president Assad.
Het is een beetje gissen waarom. Mogelijk, en ik zeg mogelijk, heeft het ook te maken met die schokkende beelden die we afgelopen dagen vanaf de grens met Turkije zagen. Hè? Beelden van tienduizenden vluchtelingen die de grens overrennen uit angst voor IS. En vergeet natuurlijk ook niet die onthoofdingen afgelopen maanden van Amerikaanse en Britse mensen in Syrië. Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Hoe dan ook, deze ochtend is echt een hele nieuwe belangrijke stap gezet in de strijd tegen IS. Nogmaals dus met Arabische partners. Dank u wel, Wouter Zwart vanuit New York. Naar eigen land dan. Zoals elk jaar heeft DSW als eerste zorgverzekeraar de premie van het basispakket voor volgend jaar vastgesteld. In 2015 kost hun polis €95 per maand. Die €95 per maand is even hoog als nu. Maar toch zullen de kosten in 2015 op jaarbasis iets hoger zijn. Dat komt doordat de zorgverzekeraar de premie voor 2014 te hoog heeft geraamd. En daarom aan het eind van dit jaar een nu nog onbekend bedrag zal terugstorten naar de verzekerde. De stijging van de kosten voor een basispakket is wel minder groot dan de €10 waar de regering vanuit was gegaan in zijn berekening met Prinsjesdag. Dat komt, zegt DSW, door verkeerde schattingen van de zorgkosten door het ministerie van Volksgezondheid. Geneesmiddelen, mondzorg wellicht ietsje. Het is een heel palet van dingen die kunnen gebeuren. Wij hebben dat opgeteld en we komen op ongeveer €50 per verzekerde dat het ministerie te hoog heeft geraamd. De afgelopen jaren bleek de hoogte van het basispakket van DSW een goede graadmeter voor de basispakketten van andere zorgverzekeringen. 75 landen en organisaties beloven vandaag dat ze hun kennis van voedselproductie gaan delen met ontwikkelingslanden. Het is een initiatief van Nederland. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is in New York om dat wereldwijde plan tegen voedselschaarste te presenteren. Ze wil dat regeringsleiders het bedrijfsleven overhalen om ook mee te doen. Nou, het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld materiaal verstrekken, zoals veredeld uitgangsmateriaal, zaden, om in Afrika, waar de droogte natuurlijk heerst, waar vaak sprake is van verzilting van landbouwgrond, toch gewassen te laten groeien die minder water nodig hebben, die klimaatbestendiger zijn en die bijvoorbeeld ook minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Dat zijn allemaal zaken die goed zijn voor de boeren daar, omdat ze een betere oogst hebben. Ook minder voedselverspilling vindt er plaats. En tegelijkertijd zijn dat ook zaken waardoor het Nederlands bedrijfsleven natuurlijk een rol kan spelen in het openen van nieuwe markten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt zich zorgen over het welzijn van ruim 40.000 Poolse en andere Oost-Europese kinderen in Nederland. Hun ouders werken vaak hard, maken lange dagen, waardoor de kinderen veel alleen zijn. Ook is de huisvesting vaak slecht en pendelen gezinnen met hun thuisland. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau dreigen de kinderen te ontsporen. De SCP onderzocht de leefsituatie van de kinderen uit Polen, Roemenië en Bulgarije in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Dat dezelfde problemen als met Turkse en Marokkaanse kinderen wil voorkomen. Het weer. Eerst kan er een mistbank voorkomen. Verder heeft vooral het zuiden veel zon. In het noorden, daar komen meer wolken voor. Maar goedemorgen. De Verenigde Staten zijn begonnen met luchtaanvallen in Syrië op doelen van Islamitische Staat. Dat meldt het Pentagon. De Staten zijn begonnen met luchtaanvallen op doelen van Islamitische Staat. Dat meldt het Pentagon. Arabische landen die zich bij de strijd tegen IS hebben aangesloten, doen mee. Volgens nieuwszender CNN zijn dat Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Qatar en Bahrein. Volgens Amerikaanse media zijn de aanvallen op 20 verschillende locaties uitgevoerd, voornamelijk rond de noordelijke stad Raqqa. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil nog weinig details bekendmaken. Wel verscheen er op Twitter dit bericht van een perschef van het Pentagon. Ik kan bevestigen dat het Amerikaanse leger en partnerlanden een militaire operatie zijn begonnen tegen IS in Syrië, zei admiraal John Kirby. Beelden zijn er nog niet. De aanval wordt uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers en Tomahawk-raketten. En er zijn onder meer raketten gelanceerd vanaf zee, van het persbureau Reuters. Correspondent Wouter Zwart over de Amerikaanse aanval. Ja,
Het is inderdaad een gecombineerde aanval met gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers. Hevige bombardementen, dat is wat er nu wordt gemeld. Het zijn inderdaad Amerikaanse toestellen die dus geholpen worden door een aantal Arabische bondgenoten. 5 partners uit die Arabische regio dus. Dat is echt heel belangrijk nieuws, want dat duidt dus op die door Amerika zo gewilde coalitie van regionale partners. Er worden inderdaad, je zei het al, kruisraketten afgeschoten vanaf Amerikaanse schepen. En de doelwitten zijn dus vooral Raqqa, hè, dat is die zelfverklaarde hoofdstad van de Islamitische staat in Syrië. En ook het gebied aan de grens met Irak. Ja. De strijd in Syrië is natuurlijk al lange tijd gaande. Amerika heeft nooit willen ingrijpen. Waarom nu wel? Het is opvallend, hè? Omdat eerder nog werd gedacht dat het misschien wel weken zou duren voordat die luchtaanvallen dan zouden komen. Vanwege natuurlijk die enorme gevoeligheid met de burgeroorlog in Syrië, met president Assad. Het is een beetje gissen waarom. Mogelijk, en ik zeg mogelijk, heeft het ook te maken met die schokkende beelden die we afgelopen dagen vanaf de grens met Turkije zagen. Hè? Beelden van tienduizenden vluchtelingen die de grens overrennen uit angst voor IS. En vergeet natuurlijk ook niet die onthoofdingen afgelopen maanden van Amerikaanse en Britse mensen in Syrië. Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Hoe dan ook, deze ochtend is echt een hele nieuwe belangrijke stap gezet in de strijd tegen IS. Nogmaals dus met Arabische partners. Geland, dan pianist en componist Erik van der Wurf is overleden. Van der Wurf werkte ruim 50 jaar samen met Herman van Veen. Erik van der Wurf, piano. Erik van der Wurf en Herman van Veen leerden elkaar kennen aan het conservatorium in Utrecht. En ze traden 52 jaar met elkaar op. Van der Wurf was 69 jaar. Hij overleed aan de gevolgen van kanker. Zoals elk jaar heeft de SW als eerste zorgverzekeraar de premie van het basispakket voor volgend jaar vastgesteld. In 2015 kost die polis €95 per maand. Die €95 per maand is even hoog als nu, maar toch zullen de kosten in 2015 op jaarbasis iets hoger zijn. Dat komt doordat de zorgverzekeraar de premie voor 2014 te hoog heeft geraamd en daarom aan het eind van dit jaar een nu nog onbekend bedrag zal terugstorten naar de verzekerde. De stijging van de kosten voor een basispakket is wel minder groot dan de €10 waar de regering vanuit was gegaan in zijn berekening met Prinsjesdag. Dat komt, zegt DSW, door verkeerde schattingen van de zorgkosten door het ministerie van Volksgezondheid. Geneesmiddelen, mondzorg wellicht ietsje. Het is een heel palet van dingen die kunnen gebeuren. Wij hebben dat opgeteld en we komen op ongeveer €50 per verzekerde dat het ministerie te hoog heeft geraamd. De afgelopen jaren bleek de hoogte van het basispakket van DSW een goede graadmeter voor de basispakketten van andere zorgverzekeringen. 75 landen en organisaties als de Wereldbank beloven vandaag dat ze hun kennis van voedselproductie gaan delen met ontwikkelingslanden. Het is een initiatief van Nederland. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is in New York om het wereldwijde plan tegen voedselschaarste te presenteren. En ze wil dat regeringsleiders het bedrijfsleven overhalen om ook mee te doen. Nou, het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld materiaal verstrekken, zoals veredeld uitgangsmateriaal, zaden, om in Afrika, waar de droogte natuurlijk heerst, waar vaak sprake is van verzilting van landbouwgrond, toch gewassen te laten groeien die minder water nodig hebben, die klimaatbestendiger zijn en die bijvoorbeeld ook minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Dat zijn allemaal zaken die goed zijn voor de boeren daar, omdat ze een betere oogst hebben. De voedselverspilling vindt er plaats. En tegelijkertijd zijn dat ook zaken waardoor het Nederlands bedrijfsleven natuurlijk een rol kan spelen in het openen van nieuwe markten. 1 op de 5 jongeren in Nederland van 18 tot 24 jaar heeft een betalingsachterstand, blijkt uit onderzoek van het Instituut. De organisatie vindt het zorgelijk dat jongeren die net zelf financieel verantwoordelijk zijn voor hun geldzaken, die niet op orde hebben. Want waar jongeren onder de 18 slechts kleine bedragen lenen, hebben 18-plussers vaak een grotere schuld. Bijna 60.000 jongeren hebben een studieschuld. Meer dan 12.000 jongeren staan vaak rood. Bij het merendeel gaat het om kleine bedragen van €100 of minder. Maar in 20% van de gevallen gaat het om €2500 of zelfs meer. Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt zich zorgen over het welzijn van ruim 40.000 Poolse en andere Oost-Europese kinderen in Nederland.
Hun ouders werken vaak hard, maken lange dagen, waardoor de kinderen veel alleen zijn. Ook is de huisvesting vaak slecht en pendelen gezinnen geregeld met hun thuisland. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau dreigen de kinderen te ontsporen. Het SCP onderzocht de leefsituatie van kinderen uit Polen, Roemenië en Bulgarije. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Dat wil dezelfde problemen als met Turkse en Marokkaanse kinderen voorkomen. Wat melden andere media vanochtend? Technologiereus Google gaat een nieuw groot datacentrum bouwen in de Eemshaven bij Delfzijl, meldt het Dagblad van het Noorden. Minister Kamp maakt het straks bekend. Google steekt er 1 miljard euro in en wordt meteen de grootste werkgever in de Eemshaven met 400 banen. Die plek is aantrekkelijk vanwege de energievoorzieningen en de dataverbindingen. Spits weet te melden dat jongeren ook na hun studie met de trein blijven gaan. Uit cijfers van de NS blijkt dat 30.000 mensen die eerder een OV-studentenkaart hadden dit jaar zijn ingegaan op een langstudeerdersaanbod. Bij inlevering van de OV-kaart krijgt een student dan korting op een abonnement. En in de Telegraaf verbaasde biologen, want ineens is het herfst. Nou, daar zagen ze niet aankomen. De blaadjes die vallen 4 weken eerder dan normaal. Komt waarschijnlijk door de lage temperatuur in augustus, gecombineerd met de vroege start van het voorjaar. Weet u nog wel? Tijdje terug alweer. Nou, het weer van vandaag dan. Eerst kan er een mistbank voorkomen. Verder heeft vooral het zuiden veel zon. In het noorden meer wolken, maar het blijft droog. 16 tot 18 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook de rest van de week. Wolkenvelden, vooral op woensdag, vallen er buien. Eerst nog vrij koel, maar later wordt het deze herfst al wel wat warmer. En dat was het voor nu. We zijn er met een nieuw NOS Journaal om 19:30. Vandaag de dag gaat hier verder. Goedemorgen. Meer actualiteit. Meer achtergronden. Kijk wat er hier is gebeurd. Meer reportages. Lex, Astrid hier, hoor jij mij? Ik hoor jou heel goed. Zie je mij ook? Meer nieuws bij de NPO op NPO Nieuws.